Donderdagavond heeft een felle uitslaande brand grote schade aangericht in een nieuwbouwwoning aan de Jonkvrouw in Sneek. Rond 9 uur werd de brandweer van Sneek gealarmeerd. De vlammen sloegen uit het dak van de slaapkamer op de zolderverdieping. Daar is vermoedelijk ook de brand ontstaan door kortsluiting in een laptop. De bewoners konden veilig de woning verlaten. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand, waardoor extra brandweermaterieel naar de Jonkvrouw kwam. Schade in de woning is groot. Niet alleen door het vuur op zolder, maar ook op de lagere verdiepingen door het bluswater en de rook. Het publiek was verbaasd toen de brandweer op een gegeven moment stopte met blussen. Het gerucht ging zelfs dat er onvoldoende bluswater was. Dat was gelukkig niet het geval. Om de brandhaard te kunnen lokaliseren wordt soms gestopt met blussen. De enorme rookontwikkeling trok nieuwsgierigen uit de wijde omgeving van Sneek. Nadat het sein brandmeester was gegeven, spraken wij met officier van dienst Harry Heemskerk. Er is een brand is er uitgebroken. We kregen de melding door dat er een woningbrand zou zijn. Tijdens het aanrijden kreeg ik al de melding door dat hij uitslaand was. En vervolgens heb ik opgeschaald naar middelbrand. De brandweer is toen ter plaatse gekomen met een tankautospuit, een hoogwerker, een tweede tankautospuit en een personeel materieelwagen met een motorspuit aanhanger. Het vuur zat op zolder, het was redelijk snel onder controle. Hij is op de zolder ook gebleven. Maar ja, je bent met water bezig, dus de woning heeft wel waterschade. Op een gegeven moment, wij stopten bewust met water, want op het moment dat je de water opgooit, ja, dan weet je ook niet meer waar je het water laat. Dus dan ga je het water afzetten en dan kun je zien waar het vuur eruit komt en zo kan je dan weer gericht een aanval doen. Dus vandaar dat op een gegeven moment het water er gewoon afging om beter te kunnen bestrijden. De bewoner was thuis met kinderen en die werden geattendeerd dat er eventueel dat er dus een vuurverschijnsel, een rook uit de woning kwam en zij hebben dus de woning verlaten. De salvage is ter plaatse, iemand van de gemeente is ter plaatse. Wij gaan zorgen dat het helemaal uit is, dat hij niet meer puft, dat dus alle secundaire brandjes ook allemaal geblust zijn. Gaan we afschalen en we gaan naar de brandweerkazerne toe. Onze spulletjes in orde maken, één bakje koffie drinken en dan daar waar we vannacht moeten zijn.